en Beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video even kort Bitcoin en hot. Ik hoop er een video van 5 minuten van te maken, dus blijf hangen en laat het er ook gelijk induiken. Ben je nieuw, druk even op abonneren of kijk gewoon even de video uit. Vind je het een leuke video, geef het een like. Ik zit zelf al 9 jaar in de crypto en ik probeer jullie al het goede te leren. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken natuurlijk. Uh, Bitcoin, Bitcoin heb ik een paar keer al meegenomen en toen zei ik al dat hij bij begin door deze trendlijn is gebroken. Dus deze daarom moet verbroken, je bent eruit. En eigenlijk begin je hier gewoon weer een nieuwe downtrend. Want je maakt hier een lower low op dit gedeelte. Wel een bullish divergentie in dit gedeelte. Dus je moet wel wat gaan oppassen. Je ziet ook dat hij uh, een paar dagen geleden, volgens mij twee dagen geleden, begon hij er echt een beetje uit te proberen te komen. Maar wat ik vaak zeg, is dat je ook gewoon altijd kans hebt dat je nog één keer even deze bodem moet testen. Of deze bodem, waar hij hem dus drie keer hebt geraakt. Om te kijken of daar wel goedkoper zitten. Je ziet nu ook bij die 41.800 dollar, daar, komt, daar komen kopers in. Dit zijn bullish candles op de 4 uur. Want deze breekt, die rode candle, en, maar het maakt geen higher high. Dus het is nog steeds niks, er is nog steeds niks aan de hand. En zo zie je ook weer, als jij gewoon het geduld hebt, dan kun je gewoon wachten tot die helemaal beneden is. En, of dat die gewoon hier doorheen breekt en dan pas wat gaan doen. Maar goed. Wat ik ook al in die andere video zei... het kan ook in één keer eruit breken. Meteen, uh, hub 30%. Wat ik ook al bij andere gedeeltes heb gezien... bij Bitcoin, wat die kan. Dus ja, je moet gewoon overal een beetje een plan voor hebben. Uh, neem niet weg, je bent gewoon nog steeds op hetzelfde gedeelte. Dus het wordt een beetje saai. Merk ook heel erg op dat je uh, geduld wordt getest. Dit is echt je geduld testen. Dus we zijn gewoon ons geduld aan het testen... hoe lang we de, uh, dit kunnen uithouden. Je zal heel veel mensen in dit gedeelte en in dit gedeelte hebben... en misschien nu nog steeds... Die in paniek gaan verkopen. Je ziet ook dat die moving averages een beetje aan de buigen. Je hebt dus die bullish divergentie. Dus je hebt nog steeds kans op die bounce. Alleen, ja, het duurt gewoon wat langer. En dat zie je bij elke coin. Elke coin die laat je gewoon uh, ja, je geduld testen. Net als met hot. Hot zeg ik ook al van eigenlijk moet je wachten totdat hij deze wik heb gevuld. of dat hij uit het down patroon is gebroken. Nu is hij eruit gebroken, maar niet echt met volle overtuiging, zoals je kan zien. Hier heb je de downmove. Hier breek je eigenlijk uit die downmove. En ja, het is niet echt een overtuiging. Het is niet een uitbraak van 20, 20 of 30 procent en daarna een retrace. Nee, het is echt een klein plukje van hier tot met hier. En we beginnen nu alweer een retrace te maken. Dus blijf hier voorzichtig mee. Misschien moet je zelfs wachten tot hij een stuk verder is. En dat is gewoon hoe je het zelf moet benaderen. Mijn video is geen financieel advies... Maar je moet het eigenlijk allemaal zelf gaan leren. Omdat je dan zelf je targets kan maken, heb je niet van die signaaldiensten nodig waar je toch niks van kan leren. Want uiteindelijk is het jouw geld, jouw leven. Jij bent degene die op die knopjes drukt. Dus jij moet het ook gaan bepalen. Dus probeer het ook zelf te leren. Steek daar tijd in. Als het down gaat, was ik altijd vol aan het leren. En natuurlijk op dit soort gedeeltes word ik wakker. Je ziet ook met die oranje vis ben je door die 0,83 gepierst. En eigenlijk was die breakout. Dus die breakout die we net deden, hier, was eigenlijk gewoon een terugtest van deze breakout naar beneden. Je hebt nog steeds deze ruimte onder je. Ik ga meteen het risico laten zien, maar het kan zomaar support houden. Want je bent vlak bij deze bodem. Dat is nog wel een 30% naar beneden, zoals je kan zien, of 25%. En die wik is nog steeds echt wel bijna een 60% naar beneden. Dus er zit hier gewoon heel veel risico in. Ik wacht het liefst tot het ergens uitbreekt. En zo zie je eigenlijk ook van, ja, het breekt wel uit, maar je wil een overtuiging hebben. En dat maakt het gewoon weer lastig. Ik hoop ook dat jullie dat steeds meer gaan zien, dat treden en investeren gewoon echt veel lastiger is dan heel veel mensen zeggen. Maar je hebt hier wel een mooie, kijk, hier heb je eigenlijk deze groene lijn, is die uh, square-up. Mocht je hier support gaan vinden, en we gaan die oranje weghalen, dan zie je al dat ik die witte vips tot en met die wik heb gedaan. Ik heb een idee dat het best, best wel kan werken. Ook omdat ik die 0,2, die 6, dus de eerste target, die zie je hier tegen die rode lijn aankomen. Tegen dit stuk, waar je door de vloer heen zakt. Dus er zijn allemaal plekken waar ik wel winsten zou, nemen, zou pakken. En daardoor kan ik ook weer zien dat het waarschijnlijk gaat werken. Net als deze. Hier vind je resistance. Hier vind je resistance. Dus deze targets kunnen gaan werken. Waarom we eerst hier tot en met hier? En dan zie je wat een klein verschil dat het kan doen. Gewoon tot en met die wik trekken. Want we hebben nu die candle tot en met hier. En we moeten gewoon afwachten tot het met waar het geld erin spreekt. Gaat het eenmaal omhoog, dan wordt het percentage wel leuker. En ik hoop dat iedereen wat aan deze video heb gehad, want ik krijg deze ook vaak als aanvraag. Je ziet dat het nu al 50% is tot die eerste target. Tot die 0,6 en8, want je hebt het hier gepierst, is een 229. Wat ik dus bij heel veel coins zeg, is dat we misschien alleen nog met dit stukje kunnen doen. Dus dan heb je het over deze ruimte. Het is ook een beervlek die hij niet heeft teruggetest. Dus hij heeft deze uitbraak gedaan, niet teruggetest. Dus waarschijnlijk, of je hebt een kans dat je gewoon nog tot en met hier weer door kan gaan. Want als hij hier naartoe gaat, test hij eigenlijk nog steeds deze breakout. Dus dan kan je nog steeds ver naar beneden gaan. Maar goed, ik hoop dat, het, dat je ermee wat op weg komt. Want uh, bij hoort heb je natuurlijk ook hier heel snel nog de BTC-kant. Daar blijft uh, Holo gewoon goed hangen. Je ziet wel dat hij naar beneden wil, maar hij is nog steeds bij het punt waar hij een aantal keer support op gehad. En als hij daar support kreeg, had je move tegenover je Bitcoin van 150, of tegenover de dollar was het 105. Tegenover de Bitcoin heb je 90%. Had je hier een keer, zelfs hier een keer kunnen doen, hier een keer kunnen doen, hier een keer kunnen doen, en hier een keer kunnen doen. Dus had je eigenlijk wel 4, of 5 keer 90% kunnen pakken in een sideways move. Wie weet is het nu voorbij. Je ziet ook deze wik is nu helemaal gevuld, maar je blijft die nu een beetje hangen. En dat kan positief zijn. Het kan ook negatief zijn dat je nu al een aantal keer deze uh, bodem test en dat je nu eigenlijk de weg vrijmaakt om deze square te vullen. En je zal gek kijken, maar dat zal waarschijnlijk die 60% zijn naar die wik toe van de dollarkant. Kijk. Als je, die, als je deze square vult, is hij precies hetzelfde percentage als je die wik tegenover de dollar vult. Wat heb je ook nog tegenover Ad. Dat is de laatste die ik doe en daarna stoppen we ermee. En dan hoop ik gewoon dat je zelf een grafiek gaat bouwen en dat je er zelf mee op weg kan. Bij, tegenover die Bitcoin is hij dus uit die box gevallen en is hij naar beneden gegaan. Je ziet ook, er komt niet echt veel geld in. En hij heeft nog steeds die square up hier. Kijken we even of hier ook een 55% te vinden is. Als we daar naartoe gaan, want dat is deze square. En het is weer een 55%. Dus be aware en wees veilig. Weten stop, stop los te zetten. Je kan altijd wat proberen, maar die stop los is zo belangrijk. Ik hoop jullie gewoon weer de volgende keer te zien. Vergeet niet te abonneren. Ook niet mijn content te delen. Ook niet de beschrijving van de video te kijken. En ik zie jullie gewoon weer snel terug. Hartstikke bedankt voor het kijken. En de nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. Adios.